Dankjewel, Simone. Kan je zien, ik heb geplast of niet? Niet? Nou, ik heb ook niet geplast. Hallo, daar zijn we weer met het weer. Oh, 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 wat een paniek afgelopen week. Code oranje, code oranje. Oh nee, iedereen raakt in paniek en dit en dat en dat. Zus en zo, vanwege die klimaatstop en die veranderingen van het KNMI. Wat nu uit is gelekt. Ja, mensen allemaal in paniek thuis. Wat betekent dat? Oh, mensen zitten met vragen. Wat betekent die klimaatverandering voor mij? Wat betekent het voor mijn kinderen? Word je van masturberen doof? Nou, dat soort vragen. En het antwoord daarop is natuurlijk ja. Nou, we gaan even kijken naar het weer van de komende dagen. Kijk, door die hele klimaatsellende zou je gewoon vergeten dat het morgen gewoon een hele simpele dag wordt. 8 graden, zonnetje, hier en daar een druppel. Ja, maar door zo'n paniekzaaier als die Gerrit Hiemstra met zijn code oranje in zijn glimmende pak, raakt iedereen in paniek. Ja, haal hem mee op. De enige code oranje die hij heeft zit op zijn kruin. Vanwege die kleur. Zijn oranje haren. We gaan even kijken nog. Kijk, nou, maandag dus lekker weer. Dinsdag lekker weer. Woensdag lekker weer. Donderdag, vrijdag, zaterdag, maandag. Oh, zondag vergeten. Zondag. Nou ja, goed. Het blijft gewoon lekker weer. Ja, pas in 2040 breekt de ellende echt los. Kijk, hier, hup. Beetje bewolkt. Regen hier, een druppeltje. Temperaturen rond 170 graden. Windstoten van 600 km per uur. Ja, maar goed. Dat is nog lang niet. Dus laat je geen paniek aanpraten door die Hiemstra. Dit is 2040, hè, mensen. Dat is nog iets van 12 jaar of zo. Voordat we echt een verschrikkelijke dood sterven. En vanwege natuurlijk ook die ellende met die hongersnood die hier plaatsvindt. Dat al die gemuteerde kannibalen zo naar het zuiden trekken. Dus als je nog 's nachts naar buiten moet, hou er een beetje rekening mee. Dan gaan we nog foto's kijken van Gerben. Heb je foto's gemaakt? Is toch een mooie foto dit? Vind je niet? Kijk nou, met die dingen hieronder. Nou, ik zou zeggen, geniet er nog van, maar ik weet niet hoe lang dit nog gaat duren. Dan hebben we deze. Oh, kijk, die wereld is lekker mooi ronddraaien, hè? Nu nog wel. En dan hebben we deze nog. Nou, die is er gewoon tussen gekomen, denk ik. Op zich een leuk plaatje, maar het heeft niks natuurlijk met het weer te maken. En deze, ja. Als je dit hier weg zou halen, je zou dit hier zetten, dan zou het ineens een hele andere foto worden. Nou, dat was het weer. Of dat was het weer. Tot de volgende keer. Simone, wat vond je van die code oranje grap in die haren van Hiemstra? Simone? Oh, je bent aan het bellen.